Ik ben echt wel heel vaak opgesloten in de isoleercel. Kijk, ik werd er niet lang in geplaatst. Meestal niet langer dan een nacht of een paar uur. Maar ik werd er wel elke dag in geplaatst. Dus het, ja, ik had eigenlijk geen eens een kamer nodig. Ik zat gewoon heel regelmatig in de isoleercel. En het kon om van alles zijn. En het is heel beangstigend wat er dan gebeurd is. Het is of een conflict of er ontstaat een conflict. En dat kan komen omdat jij iets verkeerd doet. Het kan ook komen omdat zij vinden dat je iets verkeerd doet. En dan wordt er op een alarm gedrukt. En dan zit je daar als kind, 16 was ik, 16, 17. En dan komen er 8, 9, 10 hulpverleners aansprinten van allemaal groepen om jou vast te pakken. Ja, dat is gewoon super beangstigend. Ja, en dan heb je de lange weg naar de isoleercel, word je over de gang heen gesleept. En dan word je uitgekleed in de isoleercel en alleen achtergelaten. Ja. Wat is het moment in die lange periode dat je het meest eenzaam bent geweest? Zo. Ik denk niet dat het één moment is geweest. Ik denk dat het echt een constant gevoel is geweest. Ook omdat ik was alleen. Het is niet dat ik me alleen voelde. Ik werd letterlijk afgezonderd van de rest van de wereld. Ik mocht van de buitenwereld, maar ook gewoon van de wereld binnen de instelling. Dus ik mocht mijn ouders niet bellen, mijn vrienden niet. Maar ik mocht ook geen contact met jongeren op de groep. Ik moest heel erg filteren wat ik zei bij groepsleiders, omdat er gewoon heel veel was fout. Dus ik heb me wel echt extreem eenzaam gevoeld. Ja.